Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Eind 2009 werd daarom het Gents Klimaatverbond opgericht. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. En de Milieudienst geeft ook subsidies aan Gentenaars die een activiteit organiseren die de stad een stapje dichter bij die klimaatneutrale doelstelling brengt. Je activiteit kan dan 100% worden terugbetaald tot 1500 euro. Dus elke keer als je de tv opendraait of je stapt in je auto of je doet boodschappen en je kookt, al die acties hebben echt wel een impact op het klimaat. Dus iedereen kan echt wel iets betekenen en iets veranderen. En om Gentenaars te ondersteunen die echt wel een project rond die thema's willen doen, geeft de stad Gent de Milieudienst projectsubsidies. Want echt elke actie maakt wel het verschil. De enige voorwaarde is dat je met minstens twee andere mensen gaat samenwerken. En elk project moet ook een sensibiliserend of informerend luik hebben over het thema waar dat je project over gaat. Iedereen kan dus een project indienen en dat kan dan heel uiteenlopend zijn. Creatief zijn is de boodschap. Je kan rond vier thema's werken: duurzaam bouwen en wonen, mobiliteit, duurzame voeding en algemene activiteiten rond het klimaat. Deze vereniging heeft bijvoorbeeld een vegetarisch kookboek uitgegeven. We hebben vorig jaar in het najaar een wedstrijd georganiseerd. We hebben alle Gentse burgers opgeroepen om mee te doen en hun beste of hun lekkerste vegetarische recept in te sturen. En daar zijn een heel aantal heel leuke inzendingen uitgekomen. En we dachten eigenlijk van het zou wel tof zijn om daar nog iets meer mee te gaan doen. Een publicatie maken, dat kost heel veel geld. Dat is zeker de druk en zo. Dus we hebben heel veel daaraan gewerkt, ook met vrijwilligers. Maar dan toch was die subsidie zeker welkom om die druk te kunnen realiseren. Deze vrijwilligers organiseren op aanvraag infoavonden over groene stroom, Power Dare Parties. Ben je gevonden voor het initiatief? Dan helpen zij je om de juiste formulieren in te dienen om over te stappen naar een leverancier van groene stroom. We zijn al meer dan een jaar bezig, maar we willen ons in de toekomst richten op mensen met een laag inkomen, omdat die vooral gebaat zijn met een goedkopere energieleverancier, maar ook anderstaligen, omdat die meer problemen hebben om die paperassen in te vullen. En daarvoor is zo'n subsidie wel handig om onze kosten te dekken die daarbij komen. Je kan het hele jaar door een voorstel indienen en heb je zin om iets te organiseren, maar geen idee wat? Voorbeelden vind je op gentsklimaatverbond.be. Je kan ook terecht bij de Milieudienst voor suggesties. Bijvoorbeeld, je zoon of dochter gaat elke dag met de fiets naar school en je wil graag ouders van je school gaan stimuleren om ook hun zoon of dochter met de fiets naar school te laten gaan. Een ander voorbeeld kan zijn dat je een bakfietsenrace organiseert om mensen zo te gaan stimuleren om ook op een andere manier boodschappen te gaan doen. Dus je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Alles kan. Een project indienen is eenvoudig. Op gentsklimaatverbond.be vind je het aanvraagformulier. De Milieudienst bekijkt je voorstel en neemt terug contact met je op. Of bel gewoon naar de Milieudienst op 09 268 23 33 voor meer info. We hebben ook nog de agenda. Zaterdag 28 mei kan je naar de eerste editie van de Gentse Buurtsport spelen in het Boudeloopark. Wie er die dag deelneemt aan een partijtje basket, fietsen op rollen, het strategische Viking Cup of een sportieve workshop, sprokkelt punten voor zijn wijk. Op 29 mei is het de dag van het park. Dat wordt gevierd in het landschapspark Groene Velden. De stad Gent en Natuurpunt kozen wilde rozen uit tot soort van het jaar 2011. En tot slot kan je op donderdag 2 juni naar de feest- en avondmarkt op de Korenmarkt en Groentemarkt. Stadstv Gent zit erop. Deze uitzending kan je bekijken op gent.be of via AVS Digitext Gemeente TV Gent. Met vragen kan je terecht bij Gent Info op 09210 10 10. Tot volgende week.